Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag gaan we het hebben over de doorsnede tekenen in een kubus en een balk. En voor mijn leerlingen is dit een toevoeging voor het boek Getallenruimte 2 VMBO Basiskader, hoofdstuk 7, paragraaf 3. In deze video gaan we twee dingen doen. Als eerste gaan we samen de doorsnede van een balk tekenen en vervolgens ga je zelf de doorsnede van een kubus tekenen. Om dit te kunnen doen moet je de stelling van Pythagoras nog goed kennen. Dus als je die niet meer goed weet, wil ik je vragen om eerst daar de video van te gaan kijken. We willen de doorsnede gaan tekenen BCHE. En dat is het oranje gedeelte in mijn balk. BC is niet zo moeilijk te vinden, die is namelijk 2 cm, dat staat er ook bij. Voor BE is het wat lastiger. Ik weet niet hoe lang die is. Wat ik wel weet is dat de diagonaal BE ligt in het vlak ABFE. Dus omdat ik dat weet, kan ik de stelling van Pythagoras gaan gebruiken. Namelijk, wat ik eerst doe, is even dat vlak tekenen, ABFE, met de diagonaal erin getekend. Ik zet de letters er even bij, dat is voor mezelf makkelijk. Van dat vlak weet ik ook dat AB 4 cm is en AB 3 cm. BE wil ik weten. Als ik daarna de punt ervan weghaal, hou ik een driehoek over. Driehoek ABE. En in driehoek ABE weet ik dat AE 3 cm is en AB 4 cm. De rechte hoek zit in A. Omdat ik BE wil berekenen, kan ik de stelling van Pythagoras gebruiken. Nou, ik heb het allemaal een beetje opgeschoven en ik ga nu de stelling van Pythagoras gebruiken. En misschien weet je nog dat we daar een werkschema voor hebben. Korte zijde kwadraat is, korte zijde kwadraat is en langste zijde kwadraat is. De punt van de rechte hoek wijst naar de langste zijde. Dat betekent dus dat BE mijn langste zijde is en die wil ik ook berekenen. De korte zijdes zijn dan AE en AB. AE is 3 cm, daar wil ik een kwadraat van meten. En AB is 4 cm, daar moet ik ook een kwadraat van berekenen. Het kwadraat van 3 is 9 en het kwadraat van 4 is 16. Nu ik die kwadraten heb berekend, moet ik dit bij elkaar optellen. Krijg ik 25. Dus het kwadraat van BE is 25. Nu misschien weet je nog dat de inverse van kwadraat, als we terug willen rekenen naar het originele getal, de wortel is. Dus ik pak de wortel van 25 en daar komt uit 5. Dan weet ik dat BE 5 cm is. Mooi. Nu weet ik BC en weet ik BE. En dus kan ik mijn rechthoek gaan tekenen. BC was 2 cm en BE 5 cm, dus ik teken een rechthoek van 2 bij 5 cm. Ik zet mijn letters erbij en ik ben klaar. Laten we dit nog eens een keertje doen, maar ik wil nu dat je het zelf gaat doen. Ik wil dat je in deze kubus de doorsnede ABGH gaat tekenen. Pauzeer de video. Doe alle stappen die ik net ook heb gedaan en ga pas verder als je denkt het antwoord te hebben gevonden. Nou, laten we eens kijken of het is gelukt. Als eerste gaan we kijken naar de lengtes in ABGH. En AB is 6 cm. Mooi, die kan ik opschrijven. BG weet ik niet. Dus, net als bij de vorige keer, moet ik kijken in welk vlak BG ligt. En het ligt in vlak BCGF. En BCGF, daar kan ik een schetsje van maken en vervolgens zet ik daar de letters bij. Vervolgens zet ik erbij dat BC 6 cm is en CG 6 cm. Ik moet BG weten. Nou, dan hou ik dit over als driehoek en hoek C is mijn rechte hoek. Nou, dan ga ik de stelling van Pythagoras weer opschrijven. En als eerste kijk ik naar wat mijn langste zijde is, in dit geval BG. Dat betekent dat CG en BC allebei korte zijdes zijn. En ze zijn allebei 6 cm, dus het kwadraat van 6 voor allebei moet ik berekenen. En dat is 36. Opgeteld is dat 72. En om terug te rekenen naar het originele getal, pak ik de wortel van 72. Dat is 8,5. Dus BG is 8,5 cm. Dan kan ik gaan tekenen. Maar pak mijn ruitspapier erbij. Ik teken een rechthoek van 6 cm bij 8,5 cm. En ik zet mijn hoeken erbij.
Is het jou gelukt? Ik hoop van wel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens je heel veel succes met de opdrachten. Mocht je nog meer video's willen zien van dit hoofdstuk, kun je op de afspeellijst drukken. Misschien wil je gewoon een nieuwe wiskundevideo bekijken. Mocht je nou geen leerling van me zijn, maar heb je nog wel vragen, kun je een opmerking achterlaten en dan probeer ik hem zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens je een hele fijne dag.